officiële handeling, maar dat was... Nee, dames en heren, u weet dat mijn naam, of u weet het niet, dames en heren, dat mijn naam Harry Groen is. En normaal vind ik woordspelingen en grapjes met mijn naam ongelooflijk irritant. Maar ik vind hem heel erg plezierig in relatie met de Green Key. En ik vind het heel bijzonder dat ik hier mag zijn om in de herfst van mijn Europese carrière in Noordwijk de Green Key te overhandigen aan het eerste hotel hier in Noordwijk. Dan kom ik aan mijn tweede opmerking. Ik ben ervan overtuigd dat zodra die vlag hier buiten hangt, tenminste twee hotels weet die als een speer gaan werken om ook die vlag te krijgen. En zo zijn dan de dingen verhouden. Dat denk ik ook wel. En misschien nog wel drie of vier andere ook. Want er is in Noordwijk een hele gezondige, hele gezonde concurrentiestrijd tussen vijf tot zes. Wat ik buitengewoon waardeer is dat u een outsider toegang heb gegeven tot uw bedrijfsvoering, dat hij een vrije hand heeft gekregen om dit allemaal te implementeren, eerst om te onderzoeken en vervolgens te implementeren, en dat hij het hierop mag presenteren. En dat was in mijn tijd wel anders. En ik waardeer het en ik prijs u voor uw beleid in dat opzicht om met een open blik en met open ramen naar buiten dit soort impulsen van buiten te laten komen, ook al ben je als bedrijfsleider niet helemaal zeker van afloop, dan neem je daarin een zeker risico. Maar het feit dat we hier bestaan, hebt u dat goed ingeschat en ik hoop dat die mentaliteit en die inzet ook in Noordwijk kenmerk zal blijven van het ondernemerschap. Sta open voor impulsen van buiten, oriënteer je buiten Noordwijk om Noordwijk nog beter te maken dan Noordwijk al is. En ik denk dat dat een ontzettend belangrijke boodschap is voor de komende tijd. Want alleen lossen we die erop. Aan onszelf kijken is interessant en aardig. Maar dat is niet de avenue die we op moeten voeren de komende 5 tot 10 jaar. Om daar een prachtig voorbeeld in te geven. Ik heb hier de laatste jaren een paar hele interessante tentoonstellingen mogen openen. En daaruit blijkt al dat u al een grote oriëntatie naar buiten hebt. Ik heb na volgende week donderdag daarin geen rol meer, maar als we nog eens een keertje behoefte hebben aan een opener, dan kunnen we altijd bellen. Want ik vond het altijd wel heel plezierig, zowel de foto tentoonstellingen als de schilderijen tentoonstellingen hier om dat te doen. Compliment ook naar de wethouder. De wethouder het is niet zo gebruikelijk dat wij in het politieke vak aan elkaar complimenten geven, want je bent er vooral om jezelf te bewijzen met je performance en met je presence. Maar ik denk dat deze wethouder een absoluut compliment verdient met zijn consistente lijn in de afgelopen jaren om hier in Noordwijkzee de presentie van Noordwijkzee en de presentatie van het aanbod rigoureus te verbeteren. Ik denk dat dit daar een onderdeel van uitmaakt. Ik kan nu wat makkelijker praten dan een jaar geleden of van 2 jaar geleden. Maar hij heeft daarin absoluut gescoord. Ik denk dat Noordwijk nog staat zoals hij nu staat. Met de permanente strandpas, jongens, met de hotels en met uw gelijk andere hotels. Mede door zijn hele consistente beleid, waarvoor hij zijn politieke nek heeft uitgestoken. Dit alles gezegd hebben, keer ik weer terug naar de essentiële rol van de burgemeester. Het doorknippen van winter, het opentrekken van gordijnen en het starten van andere manifestaties. En ik moet daarvoor gewoon 2 minuten terugtreden. Als u bij de sleutel staat, dan hoort u mezelf in uw... Oké, wordt het dan ontvoerd? Ja, ik treed terug en over 2 minuten spreken we elkaar weer. This is about the Green Key, a new dimension inside the Palace Hotel.
you please be so kind to fool the green cheese?